Verkozen. Van Jan, van harte welkom. Dank je, dank je. Hey, je dit gebeuren, creatief met vleugels. En ik hoop dat zo vandaag creatieve vleugeltjes kies. Du maakt zich dadelijk een ziel, maar gewoon storten op dat schöne deukje. Op een wit doek. Ja, je hebt het kleurenpalet al gekozen. En, ja, doe ook hoor. Ja, dat wordt een beetje sturend, okay. Wit en zwart, maar ja, dat is het leven, hoor. Oké. Okay. Voor dat voor beginnen, oftewel doe eens beginnen. Waar kennen we die eigenlijk van? Waar kennen de kikkers dich van? Ik ken die al heel lang en van heel veel projecten, maar ja. De lui die mij niet kennen. De lui die mij niet kennen? Ja, dat zijn toch schoon. Ik woon in Zoetermeer. Hoe? Ik werk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik ben, mijn beroep is conflictbemiddelaar. Poepoe. Dus ik ben mediator en dus dat doe ik door de weg. In de normale kantooruren en de nogenige annerleven nog. En dat speelt zich vaak af op de bühne. Okay. Hey, in Kerkrade ook inmiddels door de hele provincie. Ja, precies. Als buurtarener. Ja. Hey, en die passie, waar komt die ooit vandaan? Wat ze dat is geen gal? Ja, nou ja, dat is al vrij jong is dat zo begonnen. Heel Jan simpel enig met vastlovens offende van de kerkgekoer. Mm-hmm. Waar ik in zong. Ja. En nou ja, dan deed je er hingen jij en zo werd dat dan opeens aangesproken, dat talent. Wat ze dan misschien haast. En ja, nou ja, dat had ik een paar jaar door en op een gegeven moment best het ouder. En dan werd zo'n buterreed ook jet voor het grotere publiek. En toen ben ik begonnen bij de canvasverein. Heb je een keer gehad? Ja. Oh, dat was ik net. Ja, hoe dat die niet start. Ja, dat is al heel lang geleden, Mirjam. Dat ja. Hoe kan ze over? Ik weet niet meer, 1879. Ja, van gauw ik ver aan 4 keer 11 jaar stond ik op de planken. En bij de vastlovensverein sinds 1879 of 1789, ik weet het niet meer precies het jaartal. Maar ook nu, en middels als presentator dan, hè? Want ik zie dich natuurlijk dat. Ja, ik doe nu van alles. Ik doe presenteren van concerten. En dat is een combinatie van mijn liefde voor klassieke muziek. En of voor zingen. En buiten is moelen. Mm-hmm. En schrijven. En ik schreef ook. Ja. Ik schreef ook voor anderen. En ik schreef ook. Theaterstukken. Oké, okay. Maar ook columns dan? Of, want dat weet ik niet. Ja, ik ga een gesproken column op L1. Ja, ja. Mag ik dat eens al? Ja, natuurlijk. Aan mijn collega's toch? Ja, een gesproken column had ik bij Pladderweg. Mm-hmm. Ja, want met dat dialect had ze ook wel jet. Ja, met een stuk of ver van een columnist. Dus ja. Door de hele provincie. Dus een heel divers palet aan dialecten. Mm-hmm. Ja. En kun je wel maar dat grapje van dat Kerkruid door Gennet te verstaan is, dat verakken. Ja, dat zijn natuurlijk Gennet wel. En dat is, dat is natuurlijk voordeel ook wel zo, denk ik. Mm-hmm. Voordeel is het zo dat veel nu muiten had met dit te verstoren tegenwoordig. Ja. Ik geloof dat het voor jou anders wordt, denk ik. Maar nu, het dialect werd allemaal minder gesproken eigenlijk. Mm-hmm. En dat werd ook lastiger. Maar ik ervaar die problemen niet echt. Nee, want ik bedoel, uiteindelijk dus kent mijn toch. Dan moet ze ook een beetje angst gaan moelen. En af en toe je het anger wordt, af en toe je het anger wordt. En dan en niet zo kerkers moelen. Ja. Dat kent ze ook wel in Romein en daarboven. Mm-hmm. Versteunen ze zich. Hey, de drukke man, zegt. Wie kiest het allemaal je combineren? Want er is ook nog elke keer, de woonde Zoetermeer naar Kerkrade, naar het zuiden varen. Dat is toch een hele klus. Ja. En wanneer ze dat nu zo bekijkt, 4 keer 11 hebben ze nu gehad. Hebben we gevierd. Wat zou nog in het ruim zien? Op creatief vlak, op podium vlak. Wat zei ze van, nou dat is nog wel het volgende. Ja, wat ik wel eens zou willen doen, dat is hun een volledig programma. Zelf. Snap ze? Dus een theaterstuk. Een one-man show of zo. Oeh, wauw. Dat zou ik wel eens willen met orkest. En, en ik. En dat zit in de planning of zes? Of mag ze nog niks over zeggen? Kunt niet kunnen, toch? Ja. Ja, toch? Dat weet ik niet. Ja, maar dit pinselen dat je bevalt, is zo. Nog één onderdeel pinselen. Ja. Ik zal die maar even klappen, want ik vroeg je over punten over tekenen.
Wat zalig. Zachte juffrouw, nooit meer doen, jongen. Nee, op de middelbare school had ik het over. Oh, de lager school weet ik niet meer. Nee, de middelbare punten weet ik niet, maar. Ik had een vroeger tekenles gehad van de Stase, directeur van Geluk, zelf ook kunstenaar. Maar dat had nooit echt talent in mij wakker gemaakt. Maar ik ben wel een liefhebber van kunst, dat was. Goed zo, en welke? Ik ben heel divers. Oké. Okay. Maar is het dan meer bij de schilderkunst of met sculpturen? Nee, heel divers. Ik ben een liefhebber van kunst in het algemeen. Okay. En ik hoor enorm van moderne kunst of moderne schilderkunst. En, maar ook Van Gogh. Of, Van Gogh is allemaal wel een. Daar had ik allemaal een voorliefde van gehad. Van Vincent. Okay. Ja. Dat moet ik niet nog schilderen. Zich niet bang. Maar ook voor compleet abstracte kunst. Oh. Mm-hmm. Dus dat je nog eens proberen, wat dan oes mij kunt. Dat is in ieder geval de bedoeling van deze oefening, dat ze, het moet niks vuur stellen, het hoeft niks vuur te stellen. Nee. Dat ze gewoon lekker losgeeft. En ik hoop vooral ook dat ze, zoals alle andere gasten, al eerder aan de kiekers kunnen zien, die gaat er in gede uiteindelijk door lekker in op. En dat is het resultaat eigenlijk ten voordele dan. Want het zit natuurlijk ook, maar gaat over dich. Alles wat ze deed, zet je over dich. Jo, dus wat ze ook nu door ja, dat geldt over dich. Ja, dat weet ik. Ja. Ik ben een grote psycholoog, is psychiatrisch open boek, hè. Voor de ganse wereld. Ja. En dat is ook, herkent ze dat misschien, dat mensen die is, hè, publiekelijk. Ja, dus die is gewoon bijna naakt, hè. Toch? Ja, nou ja, figuurlijk dan gelukkig. En, ja. Maar dat is wel zo natuurlijk, dat is enorm kwetsbaar. Ja, precies, ja. En zeker als ze dingen alleen deed. Dan is ze enorm kwetsbaar. Kan zich net even enge verschulen. Nee, ja, kijk, het grote voordeel is ook dat dan. En dat is wel een beetje egoïstisch misschien, maar het voordeel is ook dat het succes voor die is. Hoor. Dus, het is wel enorm lekker je voelt dat dat alleen voor die is, onverdeeld. Hoor. Ja. Wie voelt het dan voor die, wanneer ze dan zo'n show afsluit of wanneer ze zo'n debuut? Nee, dat is natuurlijk een heerlijk gevoel. En wanneer het succesvol is, wanneer het niet succesvol is, dan is het ook precies het tegenovergestelde van niet. Dan is het zelf alleen maar af. Dus, maar werk in grote producties is ook enorm charmant. Met een groot gezelschap, dat is ook heerlijk. Maar heb ze nu bijvoorbeeld ze gehad met de Madame Koer? Dat ook al zoveel jaar, hè? Ja, dus, de vullende Madame Koer hing erin. Enorme theaterproductie die langs de theaters is, die weer buitengewoon succesvol en geweldig voor het publiek, maar ook geweldig voor de lui. Die daar mee doen. Het werd echt binnen de kortste tijd werd het echt een hele leuke familie. Dus en dat is ontzettend leuk. Chic. Ja. Hey, maar ik ben veel te veel. Ik ben niet van het pinseland af. Okay. Ik wil eens zien beginnen. Oké. Okay. Blanco. Net denken. Nou ja, denken deed toch minstens allemaal. Denkst u nooit dan? Ja, natuurlijk. Ik bedoelde net denken over van wat kan ik eens maken. Nee, maar. En de impuls voel ik. Maar ja, nu gaan toch over dingen nooit daad. Ik denk dat ze hem voor met ik zo en toen pinselen. Hier wel alles super netjes. Bist du hier auch der Anstricher? Ja, nicht allein. Das ist auch mit Beleid. Soll ich dich schon auf die Finger stecken? Ich tue alles mit Beleid. Oh, echt? Das ist auch nicht gut, sieh doch. Mit die Büte von dich, wie gönnst du Dirkstrop? Hast du dann gedurende das Jahr, dass sich dann Dinge auffallen, dass du dich da beginnst aufzuschreiben, oder bist du so am Ende von der letzten Minute, der letzte Naht noch durchschreiben? Och. Ja. 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 Wenn die große Sitzung in Kirchhoff sind, und die zwei, was Donnerstag ist, Samstag ist in der Rode Halle in Kirchhoff.
dan zit zich daar het smittoos nog aan. Ze werken maar ook het torsensnaas nog. Wie herkenbaar voor creatievelingen. Alles op die laatste minuut. Hè? Ja, maar de laatste, onder druk wordt alles vloeibaar. Hè? Klopt, ja. Dus dan... ik ben nog net aan het heel lang werkt. Dus, heel lang van z'n vuren werkt. Nooit. Mm-hmm. Nee. En heel veel... heel veel spelt zich af in de kop. Mm-hmm. Voor dat je op papier kunt. En had ze dan net momenten dat ze dan wakker was? En dat ze denkt van, waarom ken ik nu net eens op ziet beginnen met je het? Dat ze zich daar zelf voor verbeunt. Maar dat is een soort van noodlot wat het Janse leven met spel. Het hoort van jou met leren. Ja, oh ja, ja. Dus. Ook de middelbare school, wens ze dan, wie heet je, dat schoolonderzoek over dan, hè? Ik ben allemaal op het laatste moment, altijd. Allemaal ja. Te spieren. Dus dat kunt ze ook dicht dan wel zelf tegenaan en zo, hè? Mm-hmm. Dat ze echt te spieren bent. Mm-hmm. Ja. En dan is die verwunsching zo groot, hè? Tenminste, ik herken dat wel. Dan denk je van, de volgende keer kan je het angst doen. Nou ja, dat gaat één keer goed. En dan gaan we voor. Ja, ja. Nee, maar dat is de einde van de angel. Het is dat ook, alleen maar op het laatste moment. Ja, alleen maar, ja. Ja? Ja, verschrikkelijk. En dan... probeer ik wel eens op ziet met je te beginnen, wanneer ze dat ook gaan. En dan gaat alles overhoop. En dan ga ik op de laatste toch weer opnieuw. Ik weet niet, heeft ze dat met mijn buurt ook eens gehad? Dat ze van z'n vuur al je het haast en dan gooit ze toch wel overhoop. Ja, nou, ik ben nooit vrucht, dus... die ervaring hast ze goed, nee, wie het komt. Het enige wat ik doe is aantekeningetjes maken. Op de, tegenwoordig, van je houdt ze kladblokje, nu hast ze de telefoon. Mm-hmm. En daar schreef ik af en toe een idee op, 3 woorden, en dan is dat het. Mm-hmm. En, En voor Plattenweg dan, is dat wel... Dat schreef ik echt de allerlaatste minuut. Is toch dus spontane dan, hè? Dat schreef ik en dan moet ik het zelf ikallen, hoor, dus, en opschrikken. Ja. Ja. En dat schreef ik echt de laatste minuut. Geweldig. Is gebonden aan tijd, dus gebonden aan aantal woorden. Mm-hmm. Dat is echt precies wat ik me voorsteld hou, enig. Wat dacht ze? Een roervlak. Ja, dat wordt het begin. Ja. Ik ga niet dadelijk vragen waarom roer, maar dat is het voor de evaluatie, jullie. Ja, doe maar. Nee, dat is niet jullie. Nee, ja. Vindt ze dat nu al? Nee, ja, zeker wist ik dat. Ik bewaar hem voor de evaluatie, want ik ben toch benieuwd wat we haar nog kunt. Ik laat je even lekker alleen pinselen. Ja. Ik kom af en toe eens kijken en dan straks gaan we samen naar het eindresultaat kijken. Veel spaß! Dankjewel. Nou, Fer, dan ben ik toch wel nieuwsgierig. Ja. Du sagst, wat wil je wissen? Hier is een link naar Rotko. Ja. Ik zie hem gewoon, ik huur hem drieën en dat gaat. Echt waar? Maar wat is die intentie dan? Du bist echt met dat Ruhe begonnen? Wat zit dat Ruhe? Ja, nou ja, Ruhe is immer al een soort lievelingskleur. Een kleur die immer terug kan in dat wat ik ook dan op de bühne. Mm-hmm. Dat is immer, ik ga immer het Ruhe wies aan. Klopt. Dus dat kunt hij in terug. Dus, maar het is een soort verstoord rood. Mm-hmm. En waarom is dat? Nou, een soort imperfectie, zeg maar. Okay. Zo van, kijk, kan het Jans, kan toch met een spuitbus roer spuiten. Maar mm-hmm. Het heet nooit over onne hobbels en kuilen. En, dus dat is handig met de banen van links naar rechts. Oké, en die twee dwarsen? Ja, dat is een beetje wit, want enig dan nog aarzelend er tussendoor wel komen. Dat is enig zonnige te zien. En dat die imperfectie daarna, in welke zin dreeg ze dat ook uit in die... Nee, ja, nou, ja, kijk, niks is perfect hoor. Het mm-hmm. is nooit, jeet je nog. Daar is allemaal, denk ze allemaal, nou, dit moet zo en dit moet zus. Hij moet een komma, door geen komma. Dus het is allemaal, mm-hmm. Blijft dat een soort worsteling.
En kent ze zich er dan wel bij neerleggen dat het dan dus die infectie is. En wanneer liet ze los, ben ik wel nieuwsgierig, want ik ken het ook slecht loslaten. Oh ja. Ik denk met z'n dingen, het is het maximale. Mm-hmm. Dat ze alles eraan has gedaan voor die. Ja, dus nu het maar, ja. Wie zou ze noemen? Ik zou hem dan, omdat je dan ook kunt ze hangen natuurlijk neer voor die echte hotkoos. zou ik hem Imperfect Red willen nemen. Imperfect Red, wow, wat maar mooi. Maar als ze echt hip is, dan is het in het Engels zo, mm-hmm. toch? Ja. Dus dat zou ik in het kapitel moeten zien. En aan wem zou ze hem hebben? Aan wem? Eerst wat dan ik opkijk? Aan mezelf. Oeh, schön. En had ze daar nog een filosofische gedachte bij? Nee. Gewoon? Nee. God voor zichzelf. Nee, ik zou hem misschien best ophangen heen. Ja. Mm-hmm. Is het misschien een uitnodiging om zelf in zijn... Ja, wij weten hoor. Ja, wij weten. In ieder geval heerlijk om die in het werk te hebben gezien. Daar vond ik ze echt lekker in op. Je zei juist heel erg grappig van, dat is de introverte ver. Ja. Dus, en ik freu me alle optredens wat nog maar gekomen ja, leuk. Om de extraverte weer te zien. Super bedankt. Echt top. Ja, ja.